Het Diaspora Instituut Nederland, DIN, gaat werken aan 3 fundamentele domeinprojecten die in het voordeel zullen werken van de verdere ontwikkeling van Suriname. Dit zei DIN-voorzitter John Brewster maandag tijdens het Diaspora-seminar. De onderhandelingen die momenteel plaatsvinden tussen DIN en de medische sector richten zich op het werven van de sector als vierde domein. Het streven is om deze geïdentificeerde domeinen duurzaam te ontwikkelen met de beschikbare diaspora-middelen, meent de DIN-voorzitter. Deze 3 projecten hebben betrekking op onderwijs, industrialisatie en capaciteitsversterking. Het DIN richt zich voornamelijk op het publieke-private partnerschap, omdat zij van mening is dat het middenklasse, de middenklasse, het MKB, de motor van de samenleving moet zijn. Het versterken van de MKB is eigenlijk productie stimuleren. Het kan Suriname uit de economische crisis helpen. Het MKB creëert werkgelegenheid en verdient deviezen door te exporteren. Daarnaast zal het diaspora-diplomatie ingezet worden om haar doelen te bereiken, waaronder het bevorderen van de relaties en netwerken tussen diaspora-gemeenschappen en het faciliteren van hun betrokkenheid bij beleidsformulering en implementatie. Brewster deelde verder mee dat het in de bedoeling ligt om volgend jaar de eerste bijeenkomst voor de diaspora-top te organiseren in Suriname. Tijdens deze bijeenkomst zullen 10 actiepunten worden uitgewerkt naar gelijk toepasbare acties. De diaspora die hier op vakantie is, zijn allemaal experts, of onderwijs, of economen, of chirurgen. En we gaan samen met TAPTU kijken hoe we die talenten kunnen benutten in samenwerking met het Surinaamse bedrijfsleven en de Surinamers. De bedoeling is dan om elk jaar iets tastbaar achter te laten. Ik zal beginnen met een school gezamenlijk bouwen. De containers met acute noodhulp blijven komen. In Nederland wordt er een houtbijeenkomst met investeerders en afnemers gehouden. Elk geadopteerde school wordt gekoppeld aan een school in Nederland. En zoals ik al eerder aangaf, wordt domein gezondheid ontwikkeld. Maar al het belangrijkste is dat DIN zich verder zal ontwikkelen als sterke instituut in Nederland. En het liefst in het gebouw van het consulaat in Amsterdam.